Goeiedag, mooi dat u er bent. Excelsior, Feyenoord, Sparta, twee mooie regio-derbies in andere sporten en het WK squash. Dat zijn de onderwerpen in deze Sportclub Rijnmond. Beginnen we bij Feyenoord. Dat leed na Go Ahead en Groningen zaterdag weer een nederlaag en gelijk kopte onze krant vanmorgen. Jan Dirk, de crisis is terug in de Kuip. Ja, in alle opzichten. De laatste 6 wedstrijden is ze gewonnen tegen VVV. Gelijk gespeeld in die memorabele wedstrijd in de Arena, maar verder 4 nederlagen. Dus een matige balans in de laatste 6 duels. Een zwaar programma voor de boeg. En afgelopen zaterdag was de eerste helft tegen NEC nog redelijk. Maar de tweede helft was echt bedroevend in alle opzichten. Hebben we dat zware programma? Hebben we de presentatie van de jaarcijfers? Ik meen nog in november. En het laatste is wel belangrijk. Hè? Nederlandse clubs zijn niet verplicht om de jaarcijfers openbaar te maken. Ajax is dat als enige wel. Want dat is een beursgenoteerd bedrijf, zoals de mensen wel weten. Ja, en Feyenoord gaat dat deze maand doen, hebben ze mij net verzekerd. Nou is er nog een groep supporters dat nog altijd het vertrek van de hoofdverantwoordelijke, van de eindverantwoordelijke eist. Voorzitter van de Raad van Commissarissen en de algemene directeur. Ja, die lopen zich nu natuurlijk weer warm. Ja, de vraag is even of dat een percentage van het grote legioen is of een iets groter deel. Ja, wat wij al een tijdje roepen op Radio en TV Rijnmond is dat er met name binnen die Feyenoord supportersvereniging ongelooflijk veel aan de hand is. Er gaat misschien wel een bestuurswisseling komen, komen verkiezingen aan in dat kader. En andere mensen die kritisch zijn op de leiding van Feyenoord willen daar de macht grijpen. En die Feyenoord supportersvereniging, dat is zo ongeveer nog het enige orgaan waarmee de leiding van Feyenoord in gesprek is. Ja, daar voeren ze de laatste weken gesprekken mee. Dus dat is een belangrijke machtspijler in de Kuip. Voetballen dan. Over John Kidetti. Heel veel gezegd, ook op Rijnmond.nl. Een van de reacties luidde, ja, het is net als met Makai. Als je die ballen gewoon niet krijgt, mag je ook niets van iemand verwachten. Nee, kijk, hij begon heel aardig in die wedstrijd tegen NAC. Toen zagen we gelijk, dit is een typetje. Dit is iemand met heel veel zelfvertrouwen. Misschien heeft hij daar niet een beetje te druk mee? Ja, misschien wel iets te veel. Hè? Dat hij iets te veel een karikatuur van zichzelf aan het worden is. Ik meen ook wel eens te zien dat Koeman daar iets van vindt. Zonder dat hij het hardop zegt trouwens op persconferenties. Ja, maar de andere waarheid is er ook. Hè? Als je geen toevoer krijgt van de flanken van Cabral en Schaken van de week, dan ben je als spits ook tamelijk kansloos. Zullen we eens wat lief zeggen over Ron Vlaar? Ja, kijk, we hebben kritiek op Vlaar en iedereen kan zien, ondanks de mooie steun van bondscoach Bert van Marwijk, die hem toch oproept voor 2 oefeninterlands, dat hij het zwaar heeft. We weten ook sinds een tijdje dat het allemaal te maken heeft met privéproblemen, maar gelukkig zijn media in Nederland netjes en berichten we niet over de inhoud van die problemen. Maar wat is het dan? Nee, vind ik echt niet gepast. Dat wil natuurlijk iedereen weten. Nee, maar dat vind ik niet gepast. Kijk, maar weet jij het wel? Ja, maar dat is niet belangrijk. Kijk, in Engeland openen kranten voorpagina's als er vervelende dingen in de persoonlijke levens van mensen aan de hand zijn. Ik hoop dat we in Nederland wat dat betreft altijd een bepaalde afstand houden en het privéleven van topsporters respecteren. Kion Fernandez dan, die deed afgelopen zaterdag weinig pogingen om zijn emoties te verbergen. Ja, de scheidsrechter zag het niet, Tom van Siegen. Die zag met zijn assistenten wel meer niet afgelopen zaterdagavond. Er was trouwens veel meer aan de hand dan alleen die buitenspel. Het was gewoon niet goed genoeg. Maar die slaat 2 keer een tegenstander. De aanklager gaat nu een vooronderzoek starten. En ik vrees, met grote vrezen voor Fernandes, dat hij een aantal wedstrijden geschorst zal gaan worden. Gaan we even terug naar afgelopen zaterdag, naar de wedstrijd. Maar ook nog even naar een plechtigheid daaraan voorafgaand. Mag je me overal regeren? De avond begon zaterdag nog feestelijk in de Kuip met de presentatie van het boek Wij houden van die club, waarin de verhalen staan van 36 supporters over de liefde voor hun Feyenoord. Zo ook het verhaal van archivaris Henk van der Stoep, al bijna 68 jaar lid van de club. We zijn niet verwend de laatste jaren, maar we moeten positief blijven en dat is ook altijd wel de bedoeling dat ik zeker als lid en erelid, als ik het zo mag zeggen, ja, dan moet je toch altijd positief blijven. Is dat soms moeilijk? Ja, maar dat valt wel mee hoor. Ik ben nog steeds gelukkig in dat clubje. En als archivaris ben ik nog elke dag bezig. En dat doe ik al een jaartje of 20, dus dat gaat dan wel. De hoofdrolspelers uit het boek zagen na de presentatie Feyenoord met 0-1 verliezen van NEC. Zo ook Ulrich van Gobbel. En hij wist wel waaraan het bij Feyenoord schortte. Ik kijk van de zijkant en als ik dan van de zijkant zit te kijken, dan denk ik dat het aan beleving mist en aan scherpte. Maar ja, het is moeilijk omdat je niet met zo'n ploeg werkt natuurlijk. En Ronald werkt elke dag met die ploeg, maar als je van de zijkant kijkt, zie je gewoon dat er weinig beleving is en weinig concentratie. Het enige doelpunt van de avond werd gemaakt door oud-FC Dordrecht speler Nick van der Velde, die dat uit buitenspelpositie bleek te doen. Ik keek al naar de grens, maar die liet het, die stak zijn vlag niet omhoog. Dus
dan mijn juichen. Dan... Heb je het al teruggezien? Ik heb het nog niet teruggezien. Het hoeft voor mij ook niet. Voor mij is het gewoon belangrijk 3 puntjes. En, ja, ik zou het ongetwijfeld vanavond wel even terugzien of morgen of zo. Maar, ja. 1,70 meter buitenspel. Is dat zo? Ja. Oh, dat is goed uitgerekend. Ja, ja, ik maak me niet druk om, eerlijk gezegd, hoor. Begrijpelijk dat Van der Velde om de fout van de arbitrage niet maalde. Anders was dat voor trainer Ronald Koeman. Die sprak voor een schandalige en onbegrijpelijke beslissing. Ja, en dan is natuurlijk het moment van de vrije trap is wel heel erg pijnlijk. Ja, de grensrechter heeft in ieder geval een goede beslissing genomen om in de rust binnen te blijven. Dus dat scheelt. Dus waarschijnlijk zag hij het zelf ook wel. Blijf je ondanks dit soort avonden houden van deze club? Natuurlijk, kijk, ik heb hier 12 jaar gespeeld en dat gaat je gewoon. Ja, ik heb hier 12 jaar gespeeld en ik blijf van deze club houden. Het is gewoon een stuk van mijn leven natuurlijk. En ja, ik vind het gewoon doodzonde. Alles wat zeg maar opgebouwd is in de loop van tijd en dat het nou een beetje weg ebt natuurlijk. En ik hoop dat we heel snel de omkeer gaan maken. Ronald Koeman, kan ik me voorstellen, begint een beetje te denken, hoe draai ik me nou hier op een goede manier uit? Ja, dat weten we natuurlijk niet zeker. Maar ook hij zal ervaren op trainingen, maar met name in prestaties met zijn elftal, dat hij met dezelfde problemen wordt geconfronteerd als er Mario Been een jaar geleden mee werd geconfronteerd. Ook waar, toen waren de prestaties niet goed. Zagen dat de instelling niet altijd deugde. En ook Koeman zit nu in een fase dat het met zijn ploeg hard naar beneden zou kunnen gaan. Laten we hopen dat de ommekeer daar een keertje is. En over Mario gesproken, die was gisteren weer op Varkenoord, hè? Ja, ik begreep dat hij weer op Varkenoord is geweest. Bij Feyenoord 6 kijken, bij het vriendenteam waar Robert Eenhoorn en een aantal anderen in speelt. Heeft hij jarenlang deel van uitgemaakt. Dus goed dat hij na de pijn van het vertrek zijn gezicht weer laat zien bij de Kuip. Afgelopen vrijdag zeiden jullie in FC Rijnmond, Excelsior is de slechtste ploeg van de Eredivisie. Zei jij niet hoor, maar onze gast. Dat zou je aan de uitslagen tegen RKC en VVV niet zeggen? Nee, het begint weer ergens op te lijken. Het voetbal is niet geweldig, met name afgelopen week niet. Maar ze pakken wel het punt daar in Venlo zaterdagavond. Wesley de Ruiter, de keeper, ja, begint goed te worden. Dat zagen wij met Dennis van Eersel, onze collega, echt vanaf het begin van het seizoen al. En ja, het spel was niet goed. Ja, voor de mensen die het niet snappen, Dennis was erg kritisch op de Ruiter. Maar dat hoort een beetje ook bij ons vak, dat we wel eens een goede inschatting, wel eens een minder goede inschatting maken. Ook wij maken fouten, zullen we maar zeggen. Maar het begint ergens op te lijken. Het spel was niet goed, maar een punt pakken bij VVV is weer hoopgevend. Een week na de zege tegen RKC. En Sparta lijkt het lek boven te hebben. Ja, dat is fantastisch. Van de week met 6-0 gewonnen hebben mensen kunnen zien. Daar begint echt... dat is misschien een gekke discussie, hè? Maar we hebben hier ook gesproken over de positie van Vonk. Spelers hebben tegen ons dingen gezegd over het functioneren van die trainer, die misschien wel niet al te best communiceren. Daar kun je van alles van vinden. Aan de andere kant heeft Vloed gewoon gezegd, dit is jullie trainer, ook voor het komende jaar. En die duidelijkheid zorgt er nu mede voor dat de resultaten goed beginnen te worden. Ja, in de zin van, je moet het met deze trainer doen en als je het niet bevalt, ja, wegwezen. Ja, dus je kunt je trainer ook steunen. Ja. Sparta staat ondanks die wederopstanding nog steeds maar op de 6e plaats in de Jupiler League. Dat moeten we er dan ook voor alle eerlijkheid bij zeggen. Maar in het klassement van de voetballer van het jaar is de top al bereikt. Jeroen Veldmaten op nummer 1, gevolgd door zijn ploeggenoten Nico Pellas, Ilias Bellazani, Jamie Brunier. Wesley de Ruiter is de best geclasseerde Excelsior-speler op de 7e plaats. En Jordi Klaatsie is de beste Feyenoorder. Daarmee sluiten we het voetbal af en komen we bij Skeiedam tegen FVT. Dat is dé regio derby van het tafeltennis. In de laatste wedstrijd van de reguliere competitie nam Skeiedam het gisteren thuis in Schiedam op tegen het Rotterdamse Feyenoord van Teylingen. Met als inzet een plek in de play-offs om de najaarstitel. Anders dan bij sommige andere sporten doen ze er bij het tafeltennis alles aan om scheidsrechtelijke dwalingen te voorkomen. Na alle voorbereidingen kon de broedertwist tussen Skeiedam en FVT beginnen. En Skeiedam had een stunt nodig om zich ten koste van FVT te plaatsen voor de play-offs om de najaarstitel. Alleen als 6 of alle 7 de partijen op het programma in winst konden worden omgezet, zou de Schiedamse formatie FVT naar de degradatiegroep verwijzen en zelf om de titel gaan strijden. De druk lag dus op de schouders van Rijko Gommers, Britt Eerland en vooral kopman Michel de Boer van Skeiedam. Veel behoefte om aan de ambities van de Schiedammers mee te werken had FVT niet. Patrick Oei, de pas 15-jarige Martin Katschenov en kopman Barry Weijers waren favoriet. En wisten dat zij aan 2 gewonnen wedstrijden genoeg hadden om Skeiedam op de ranglijst voor te blijven. De kraker op het menu was natuurlijk de partij tussen Weijers en de Boer. De voormalig ploeggenoten die van hun onderlinge wedstrijden altijd een waar spektakel maken. In een duel van hoog niveau was het Weijers die nipt aan het langste eind trok. Een overwinning van 3-2 in games. En toen was al duidelijk dat Skeiedam genoegen zou moeten nemen met een plek in de degradatiegroep.
FVT versloeg Skeiedam uiteindelijk met 4-3 in wedstrijden en mag gaan strijden om de najaarstitel. Ja, de play-offs wordt gewoon heel moeilijk, maar we hebben het ook niet voor niks de play-offs gehaald. Dus we horen daar wel thuis, want wij hebben gewoon verdiend de play-offs gehaald. We gaan er gewoon alles aan doen om in de halffinale gewoon twee hele goede wedstrijden te spelen. Toch is het niet allemaal rozige en maneschijn voor de Rotterdammers, want AA Drink stopt eind december al als hoofdsponsor. FVT is dus naastig op zoek naar een nieuwe geldschieter. Skeiedam zal in de degradatiegroep moeten vechten om zich te handhaven. Lastig, want alle ploegen zitten dicht bij elkaar in deze competitie. Ja, dat is best wel gevaarlijk. Maar ik heb wel vertrouwen in dat we zo gaan rennen. De dag werd afgesloten met een huldiging van Britt Eerland, die een geweldig jaar achter de rug heeft. Ze maakte haar debuut voor Oranje, hoorde bij de damesequipe die voor het vierde jaar op rij Europees kampioen voor landenteams werd en pakte ook nog brons in het enkel en het dubbelspel op het jeugd-EK. Een toernooi waar ze een jaar eerder de titel in het enkelspel nog had veroverd. Het lijkt erop dat Eerland de voorjaarscompetitie nog bij Skeiedam zal spelen, maar daarna naar het buitenland gaat. Ik heb nu nog school, zeg maar MAVO ook samen, het is mijn laatste jaar. En dan wil ik wel zo snel mogelijk weggaan. In Duitsland, zeg maar, daar is een goede competitie. En als ik echt heel erg ver ga kijken of ik het durf, is het misschien naar Japan toe te gaan. Dat lijkt me heel gaaf, maar dat is wel een hele grote stap. Dus ja. Vanaf komende zomer is Eerland dus vermoedelijk te bewonderen in het Nationale Trainingscentrum van Duitsland in Düsseldorf of dat van Japan in Tokio. Ook in het waterpolo speelden twee regioclubs tegen elkaar. ZPB uit Barendrecht nam het thuis op tegen MNC uit Dordt. Twee clubs die geen rol spelen in de strijd om het kampioenschap, maar ook te goed zijn om te degraderen. Dus ging het erom, wie is de beste in de regio Rijnmond? Het werd een gekkenhuis in Barendrecht. Een fantastische ambiance in het Inge de Bruin Sportfondsenbad in Barendrecht dat niet vaak zo vol zat. Alsof er gespeeld werd om de nationale titel. In de beginfase is MNC spelend met de blauwe caps de betere ploeg. Hier een knap afstandsschot van Marco Zvetkovic, een van de drie Serviërs bij de Dordtenaren. En zoals gezegd, MNC is sterker, ze houden ZPB goed onder druk. Met name ook door knappe afstandsschoten zoals deze, de 1-3 van Jesse Nispeling. Prachtige schoten deze tatenbal en keeper Clemens Tegman is verslagen. Dan een opmerkelijk moment. De coach van MNC in het witte shirt krijgt geel. En wat doet Zoran Stanisic? Die had uit zijn eigen zak zelf de rode kaart en toont hem aan de scheidsrechter. Die geeft hem op zijn beurt ook rood en Stanisic kan vertrekken. Laten we het houden op Servisch temperament, want heel slim is het natuurlijk niet deze actie van Zoran Stanisic. Moeders de ploeg nog een beetje aan, een knipoogje voor de cameraman. En hij kan gaan zitten op de tribune. Met Bart Jansen als vervangend coach bij MNC komt ZPB steeds beter in de wedstrijd. In de vierde periode is het verschil nog steeds 2 tot deze treffer van Max van Genebeek. Alweer zijn 22e dit seizoen, 6-7. En ZPB gaat verder voor het fanatieke thuispubliek. Een schot van Mike van Duinen met de 7-7. En dan kan het nog alle kanten op. Nog 3 minuten te gaan met MNC in de aanval. En wie durft het schot te gaan pakken? Het is de aanvoerder, Dino van Vendelo, met een verwoestende taterbal. Hij is de matchwinner en zorgt ervoor dat het bescheiden MNC wint bij ZPB. Barendrecht is van Dordrecht. Het seizoen kan nu al niet meer stuk voor MNC. De afgelopen dagen is het nieuwe Luxor Theater in Rotterdam het decor geweest van het WK Squash. Een mooi sportevenement op een unieke locatie. De kaartverkoop begon 2 jaar geleden al. Staan wij nog? Ja, dat is heel lang geleden. Het leek ons leuk, dus we hebben gewoon kaartjes gekocht. Het is mooi als je dit dan in Nederland mag zien. Dit is echt reclame voor de sport. Ja, lijkt makkelijk, hè? Het is niet, dat weet ik wel. De Maleisische Nicole David heeft voor de 6e keer in 7 jaar de wereldtitel squash veroverd. De 6 titels zijn een record. Jenny Dunkoff had niets in te brengen tegen de squashkoningin uit Azië. David speelde fenomenaal en rekende in 29 minuten af met haar tegenstander. De 28-jarige David gunde Dunkoff 7 punten en won de laatste game met 11-0. We'll be right back.
see everybody drinking beer, so wine is, in that aspect, it's a bit different. Oh, I think it's just a little bit stronger, so. Ja, de atmosfeer is apart, moet ik wel zeggen. Maar dat heeft weer te maken met dat in het theater is. That's to calm my nerves. Oh, it's to calm the nerves. Yeah. Why are you nervous? Because I'm Nick's girlfriend, so I really want him to win. Please welcome the number one of the world, from England, Nick Mathieu! From France, Gregory Gauthier! One of the best venues I've played squashing in the entire world. The crowd were amazing today, and you know, it showcased our fantastic sport around the world. How is that, playing in a theatre? Oh, it's amazing. You know, it's put squash on the world map. It's put Rotterdam on the world map, definitely. Als ik mensen om me heen hoor, of het nou de media is, of het nou de spelers zelf zijn, de bezoekers, iedereen is gewoon razend enthousiast. Het plaatje is eigenlijk gewoon perfect. Schitterend theater, 1500 luxe stoeltjes, gewoon volle bak. Mooie glazen baan op het podium, dus ja, het is eigenlijk een soort X-factor of Idols idee, echt gewoon een, ja, noem het maar de wow-factor. Ja, zijn vriendin ook hoor, ook de wow-factor. Gerard Kok zou dan zeggen, dat is 's avonds natuurlijk een slagveld geworden in dat hemelbed. Daarmee zit deze Sportclub Rijnmond erop. Vrijdag zijn we weer met FC Rijnmond. Johan Derksen is dan onze gast. En wat ons betreft, het was een eer om voor u te mogen werken. En we zien u heel graag volgende week terug